Hey jongens, ik ben Dennis aka Denske en vandaag episode 21 van Facecam Vrijdag. En vandaag is het op Meltdown. En Meltdown is een van mijn favoriete mappen in het spel. In ieder geval, ik ga er meestal wel goed op. Dus ik hoop op het beste voor dit keer. In ieder geval, we spelen met de type 25. En de reden daarvan is dat niemand hem ooit gebruikt. Heel simpel, iedereen gebruikt altijd de AN94, M8, MSMC. Het laatste staat heel vaak de Scorpion. Maar niemand gebruikt eigenlijk type 25. En ja, daarom eigenlijk, dat is gewoon leuk. Een keer wat anders, weet je wel. Altijd standaard, dezelfde wapens. Dat probeer ik een beetje te vermijden op dit kanaal. Of in ieder geval op mijn kanaal, gewoon nog daaromheen. Kut. Ik ga normaal gezien ga ik er altijd liggen, want ik verwacht altijd naar enemies komen. De laatste paar keer dat ik deze map gespeeld had, kan ik me nog herinneren dat er nooit iemand kwam. Nou, loop ik nou een keertje door, wat denk je, komt er eentje aan. Dat was een beetje onhandig. Oh, ze hebben B, maar ik ga terugcap, alsjeblieft geen collateral. Yep. Pas op dat ze daar niet vandaan komen. Hier op de grond liggen, niks. Het is vrij rustig. Nope. Sniper of niet, maakt niet uit, jongen. Ik schiet je gewoon af. Zullen er nog meer op BF komen? Ik heb C4 nodig. Ik heb alleen geen C4's. Yep. Net te weinig punten om nog een C4's bij te kunnen pakken. Dus dat is balen. Ik zie niemand daar. Ik weet niet of dit slim is. Ik denk het niet. Ik had dit niet moeten doen. Oké, dat had ik niet verwacht dat ik hem had. Ja, die wapen is toch wel goed hoor, voor afstand, maar ook voor dichtbij. Dat is echt zo'n vergeten wapen, dat heel veel mensen gewoon niet gebruiken. En bij het begin werd het wapen heel veel gebruikt, en toen gebruikte ik juist al de MTAR. Kom maar. Hebben we al gezien. Als ik die had verloren, dan is dat wel heel erg. Als je iemand al ziet en je gaat alsnog dood, dat is echt zo kut gewoon. Dat is denk ik het ergste wat je kan krijgen gewoon. Qua gevoel dan van, fuck, ik heb gefaald. In mijn rug waarschijnlijk, ik moet heel snel zijn. Want aangezien die enemy daar vandaan kwam, dacht ik van, fuck, het is niet safe. Want ik zag mijn teammates. Maar ja, als er dan ook nog enemies zijn, dan weet je niet of dat een spawn is of niet. Dus ik ga even zo. Ik ga even naar C toe. Ik hoop dat ik nog mee... Nee, ik ben te laat. Ik ben sowieso te laat. No, juist. Precies op tijd. Er zit gewoon een enemy hier. Kom naar buiten, kom naar buiten, kom naar buiten. Yep. Ah, het is een mooi begin, toch? Er staan 7 voor mee. Of mute zo. Krijg ik counter UV tegen. Het kan niet beter. Het kan niet beter. Ik denk yes. Ik zit gewoon. Ik ben binnen, weet je wel. Ik heb mijn streakjes dadelijk. Zonder moeite. Ik ga even terug. Want hier kan ik niet tegen. Counter UV als ik een orbital heb. Nee, dan maak je me echt niet blij mee. En ik kan hem wel uit de lucht schieten. Maar ja, als nou iemand anders het even doet. Nou, wat is dit voor ellende? Nou voel ik me echt genaaid. Nu voel ik me serieus fucked up hard genaaid. Als ik nou een EMP had, had ik die... Goed zo. Had ik die counter UV kunnen naaien, maar dit is ook goed. Come on, come on. Kom naar buiten. UAV inbound. Shit, nou ben ik fucked. Oké, die heb ik. Ik ga even rennen, want ik vertrouw er niet. Nee, snipertje. Whoops, close enough. Nee, wat ik daarnet deed, hè? Ik zat bij de raam, maar soms kunnen mensen jou naar beneden wel zien en jij hun naar boven niet. Daarom was ik even heel rustig en ik zag dat mijn orbital net weg was. Als jullie al opgelet, dan zagen jullie dat hij net weg was, dus dat is fucking lelijk. Niemand hier. Ah, hij zit buiten. Oké, goed. Ik moet nog eentje besporen. Die moet ik gewoon eigenlijk binnen zien te halen. En die halen we ook binnen. We hebben nog een minuut. Ik kan hem inkallen. Ik doe dat even niet. Ik wacht nog mooi. Ik pak mijn sniper erbij. Misschien niet slim aangezien ik hier net ook al stond. Oh, we zitten bij B. Oh. Nou, rennen, rennen, rennen. Dat was allemaal mis. Dat de sniper mijn rug ook mis te schieten. Zo die kerel. Ah, ik kan niet zo slecht tegen. Ik kan er zo slecht tegen. Er zijn van die momenten, moet je schieten of niet? Soms dan hit je ze nog net, maar ik schoot gewoon duidelijk mis. En ik dacht dat die teammates ze wel dood hadden, maar nope. Sniper, get down. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Teammates staat er langs! Ah, dat meen je niet! Ah, er kwam ook nog een ander keertje. Ja, die stond langs mij. Maar hier zie je. Er stond een teammate van mij, stond langs hem. Ik zag hem staan. Ik zag die enemy ook. Ik was gewoon te traag met reageren. Dat is ook mijn fout, sowieso. Maar ik zag dat mijn teammate langs hem stond. Dus dat was best wel raar. En ik dacht van, wat de fuck is hier dan? Lelijk. En ik ga dood. Yep.
Timing is altijd leuk. Mijn kills worden gejaagd en ik ga dood. Nou, we gaan de volgende ronde gewoon hun naaien. Zij proberen mij nou te naaien. Dan doe ik dat de volgende ronde bij hun. Klap ik die zwarm op hun neus. En dan lachen ze niet meer. Wacht maar af. Wacht maar af. Ik heb de final kill. Ik had die kill moeten hebben, die andere kerel. 15-3. Nou, mooie eerste ronde. Ik heb mijn streak gehaald, dus dat is niks mis. Maar ik had niet dood hoeven gaan. Ik had hem serieus even niet gezien, hè. Ik zat alleen op die andere kerel. Even. Ik denk, zal hij doorlopen? Maar dat deed hij niet. En toen zag ik hem liggen, dus. Ach ja, we gaan onze streaks inkallen. Ik heb verder rest toch niet echt iets hoogs of zo. Het beste is denk ik eerst de Lodestar. En dan blijf ik er even achter liggen. Dan kan ik die streaks opbouwen, zeg maar. En dan kan ik daar ook gaan rennen. En dan met heel veel geluk zou ik ze nog een keer kunnen halen. En dan meen ik ook echt heel veel geluk. Ik weet mijn god niet waar ik moet gaan liggen voor die streaks. Dat is altijd wel moeilijk. Dit is echt zo'n moment, of zo'n punt, waar je het gewoon niet weet waar je moet gaan liggen. Ik ga hier doen. En de reden van is dat ze soms bij C gaan spawnen. Ik wist dat ze binnen zaten. Altijd eerste mensen doen die aan het campen zijn. Die verdienen het hardst om te sterven. In ieder geval dat is bij mij. Ik zie liever mensen af die buiten zijn dan die binnen zijn. Nee, die binnen zijn dan die buiten. Sorry, ik zei nou zelf een keer. Ah, die daar binnen kan ik hem niet killen. Dat is kut. Dan moet ik even draaien. Oh, ik kan niet verder naar beneden. No. Hij schiet net. Tijd. Heeft hij geluk, klootzak. Voor mij net snel, maar voor hem is net tijd. Misschien valt het ook al op de manier hoe ik altijd met de loodster schiet. Ik blijf gewoon sprayen en dan daarna kijk ik wel waar ik hem heen schiet. Weet je wel, ik schiet hem eerst af en dan pas ga ik kijken waar naartoe. Maar dat was nog niet zo slecht. Hebben niet heel slecht gedaan. Even oppassen voor C. Ik zie niks bij C. Maar ik loop heel eventjes om. En doe ik spray. Ik ga even zo achterom lopen. Omdat ik denk dat ze hier spawnen. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik. Want net toen ik... dacht ik. Net toen ik op die swarm... Of swarm, op die loadstar... of in die loadstar zat. Kon je zien dat die enemy spawnen. En dat is nu ook het geval. En ik ben benieuwd wat bij C gaan spawnen. Nee, we hebben triple cap trouwens. Nou gaat het potje snel bij. Triple! Ik had niet verwacht dat ik die nog zou krijgen eigenlijk. Die kill. Yep. We gaan gewoon proberen nog even die swarm te halen. Die tweede double swarm is altijd leuk. Zeker voor live. 41 nog iets. 41-3 was het, hè. Yep, Ik ben nooit gestopt met dit spel, jongens. Ik ga gewoon weer verder waar ik geweest was. Nee, is klet. Ik was echt even in een dipje. In een dipje. Snel naar binnen. Ik wil die swarm. Ik wil dubbel swarm. Ik wil hem. Ik verdien hem. En ik ga bijna dood. Yep. Dubbel swarm. Ik weet niet eens wat voor gunstig is. Op zich volgens mij op een redelijk mooie. Maar ja, je weet het niet. Ik kan het niet zien. Waarom kun je het eigenlijk niet zien? Dan kun je het ook bij Ghost wel zien. Hè? Je kunt wel zien op wat voor streak je zit. Woe! Quad! dat was een baas. Je mag zeggen wat je wil. Dat was baas. Nee! Oh, wat voor gunstreak zat. Ik ben gewoon... Hij zat te campen. Niks aan de hand. Ik snap het. Een loadstar heb je net op je neus gehad. Twee keer een swarm. Je mag campen voor mij. Maar een shock charge en een bouncing Betty. Maar dat is wel het dieptepunt naar waar je kan zakken als het ware. Oké, jullie zitten allemaal binnen. Behalve hij. En hij overleeft alles. Hij is een of andere mislukte Terminator. Oh nee, hij is dood. Jij moet ik hebben. Nee, hij heeft zoveel geluk. Er zit er nou... Oh nee, er is er eentje buiten. Ik wil die kerel die er binnen zit. Lukt dat? Nee, Flagjack ook nog. Nou, dan gaan we nou op jou schieten. Misschien lukt het nog even om de 60 kills mee te pikken. Naar binnen, lukt het? Oh, lol, was dat niet binnen? Zitten daar wel binnen dan? Ik kan nou helemaal niks raar. Oh, ik heb al 60 kills. Ik dacht dat ik nog geen 60 kills had. Blijkbaar wel. Woe! 64-4. Alsof ik nooit weg ben geweest, jongens. Nee,
Heel veel mensen vroegen van Dennis, wanneer upload je weer Call of Duty? Nou, ik zou zeggen, hier is weer Call of Duty. En ik denk dat het een mooie binnenkomer is. Ik bedoel, ik heb alweer een tijdje in Call of Duty gespeeld. Ik heb net hiervoor, dit is niet mijn eerste potje. Dit is mijn derde potje volgens mij. Ik heb hiervoor een paar potjes geprobeerd te spelen. Ik kwam echt alleen maar snipers tegen. En ik werd er helemaal gek van. Echt. Ik bleef gewoon zoeken tot ik eigenlijk een lobby had zonder snipers. En dat was dit. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Ik vraag jullie echt om likes te geven, jongens. Ik krijg de laatste tijd zo weinig likes. En likes boeit in principe niet, ja, niet veel. Maar voor mij is het gewoon iets van dat ik kan zien dat jullie het leuk vinden. Dus alsjeblieft, probeer gewoon deze video naar 500 likes te werken. Dat is op zich niet zo heel gek. Ik heb 10.000 abonnees. Dus dat moet wel lukken. En ik zou zeggen, als je het leuk vond, laat eens een like achter. Verder rest zie je hier als goed ergens op beeld. Nou, twee plekken waar je kan klikken. Twee video's. Dus als je die nog niet gezien hebt, zou ik zeggen, klik op de video's. En ja, ik zie jullie de volgende keer weer. Houdoe.